Zeg, ik heb want jullie zijn vrij... nou, jullie zijn gewoon slimme jongens, hè? Ja. Nou, slimme jongens. Ja. Nou, is er in Nederland een beetje een probleem dat er heel veel mensen zijn? Het is een heel klein land en we zijn inmiddels met misschien 16, 17 miljoen mensen. Ja. En nou is iedereen daarmee bezig om daar een oplossing voor te vinden. Nou, ik had iets bedacht, maar jullie moeten eerlijk zeggen of je het wat vindt. Misschien vindt niks, hè? Kijk, ik moet het een beetje voorzichtig brengen. Kijk, we hebben in Nederland heel veel opa's en oma's. Ja. Heel veel opa's en oma's. Ja. Jawel, er zijn heel veel opa's en oma's. Ja. Heel veel opa's en oma's gaan ook, als het winter is, gaan ze lekker naar de Canarische eilanden of een... Nee. Hè, of naar Spanje. Dat doen ze, gaan ze op vakantie. Ja. Lekker. Ja, okay. Nou zat ik te bedenken. Als we nou een tropisch eiland kopen... Ja. Dat moet dan de koningin doen of de regering. In de buurt van Spanje, waar het altijd mooi weer is. We sturen alle opa's en oma's een brief. Dat ze gratis daar naartoe mogen. En we zetten daar huis neer. En alle opa's en oma's mogen gezellig de hele jaar door in de zon. En een paar keer per jaar komen de kinderen en de kleinkinderen op bezoek. En wij in Nederland hebben weer een heleboel ruimte over. Eerlijk zeggen, is het een goed plan of is het niks, Erik? Wel, goed plan. Maar ik vind het wel een beetje raar, want het is gewoon zo. Maar vind je het een, vertel even waarom je het een goed plan vindt. Dan is het in Nederland niet meer zo enorm druk en zo. Heb je opa's en oma's? Ja. Hoeveel? Ik heb 1 opa en 2 oma's. Maar jij ziet die wel zitten daar, op dat tropische eiland? Nee, niet zo. Waarom niet? Dan mis ik ze heel vaak. Dat is het nadeel, hè, van deze actie. Dan moet je even wel goed over nadenken of je ze zo lang zou kunnen missen. Ja, dat... En ik niet, dat weet ik zeker. Nee? Dus... Even, mag ik even oma in beeld halen? Oma, die zat al helemaal... Oma is A, geen lid meer van de NCRV vanaf vandaag. En B, die vindt wel helemaal tof. Nou, dat is een goede tekst, hè? Kijk, oma is er blij mee, hè? Hij kan morgen weer bij oma een flinke zak snoep op gaan halen. Goed.